generaties auteurs, een spervuur van vragen. Rechtstreeks vanuit de Kleine Comedie is dit het voorwoord van de Boekenweek Live. Deze editie met Kader Abdollah en Helena Hogekamp. Hallo Helena. Hallo Kader. Ik dacht dat je Helene heette, maar je bent Helena. Helena, ja. Je schrijft poëzie. Ik hou van gedichten. Je bent met theater bezig, tekst. En je nieuw boek is uit. Allemaal 4 sterren, 5 sterren. Bijzonder. Maar één ding van jou heeft mij gefascineerd. Je schrijft liefdesbrieven. Liefdesbrieven. Niet voor anderen, maar aan jezelf. Dat klopt. Ik had het nooit meegemaakt. Ik vond het altijd verschrikkelijk om een brief aan je... Een liefdesbrief aan jezelf. Maar je doet het zo mooi. Gewoon de manier van mij kijken naar jou komt alleen door die video. Je staat daar, je kijkt de spiegel en zegt, oh, ik ben mooi. Oh, ik ben mooi. Je bent mooi. Poëzie. Je poëzie is mooi. Je teksten zijn mooi. En je hebt mijn manier van kijken naar mezelf veranderd. En dat is mooi. Ga je ook een liefdesbrief aan jezelf schrijven? Zo mooi egoïstisch ben ik niet. Maar ik wist niet dat het egoïstisch zijn is ook mooi. Maar je hebt mijn blik naar ego, naar ikke, veranderd. Ja, ik kan. Maar ik zal het liever aan een vrouw schrijven dan aan mezelf. Dat is goed. Goed om te horen. En ik heb ook voorbereid... En ik heb het even opgeschreven, omdat jij natuurlijk al een mondvol boeken hebt gepubliceerd. Ik heb geschreven, Kader Abdollah werd geboren in Iran en schreef zijn eerste verhalenbundel in het Perzisch. Nadat hij in 1985 uit Iran moest vluchten, belandde hij via Rusland in Nederland, waar hij Nederlands leerde lezen door het bestuderen van poëzie en het werk van Annie M.G. Schmidt. En met de romans als Spijkerschrift, Het huis van de moskee, Papagaai vloog over de IJssel en Het pad van de gele slippers... veroverde hij 100.000 lezers en in 2008 publiceerde hij zijn hervertelling van de Koran en de roman De Boodschapper over het leven van de profeet Mohammed. Ja. Weet je, wat fascinerend is, ja? Welk jaar ben je geboren? Ik ben een jaar geboren nadat jij naar Nederland kwam. Oh, precies, kijk, je bent 1 jaar eerder dan ik Nederland binnengekomen. Dat vind ik zo fascinerend. 1 jaar later, jij was er eerder. Ja, ik was eerder. Nee, ja. Jij was eerder. Nee, net niet. Je bent 34, je leeftijd. Maar ik ben zo'n 30, 31 jaar in Nederland. Dus je was 2 jaar eerder dan Kader Abdollah Nederland binnengekomen. En ik vind het fascinerend. Je bent 2 jaar eerder dan Kader Abdollah met de Nederlandse taal begonnen. Maar jij bent eerder begonnen met Annie M.G. Schmidt, want ik kon nog niet lezen toen ik ben zo jaloers dat je de Nederlandse taal via je moeder geleerd hebt. Maar ik... Via Jip en Janneke. Want je spreekt zo mooi en je schrijft zo bijzonder poëzie. Maar ik moet toch nog Kader Abdollah. Ja, dat is mooi toch? Lees je nu nog veel Annie M.G. Schmidt? Mijn kindertijd voorbij. Wat lees je nu graag? Ik lees jou, bijvoorbeeld. Jouw poëzie. Of Nederlandse poëzie. Nee, ik heb natuurlijk net een roman uitgebracht. Want het gaat nu natuurlijk veel over poëzie. Maar ik zou mezelf geen dichter durven noemen. Ik heb eigenlijk altijd toegewerkt naar die roman. Wat ik heel bijzonder vond in je nieuw boek... gaat over je moeder. Ja, niet je moeder. Moeder. Je moeder misschien. En de pijn, verdriet. Leef je moeder nog? Nee, mijn moeder is terwijl ik het boek lees gestorven. Terwijl ik het boek schreef. Ik ben eraan begonnen en... zij werd echt 3 weken later ziek. En het werd meteen duidelijk, zij wordt niet meer beter. En toen hebben we haar laatste kerst gepland. Maar ze maakte steeds een wonderlijke... Nou, niet een genezing, maar het ging steeds weer even beter. Dus we hebben 3 keer die laatste kerst uiteindelijk gevierd. Zij is heel lang bijna dood geweest en uiteindelijk dus ook gestorven. En al die tijd werkte ik aan dit boek. Heb je haar laatste dag meegemaakt? Ja. We hebben afscheid genomen, want op een gegeven moment ging het ook niet meer. Maar we hebben toen wel besloten om thuis te gaan slapen in de nacht dat zij is gestorven. Ja, het is bijzonder dat de moeders ons
niet met rust laten. Ja, ik heb ook een boek over mijn moeder geschreven, Het Gordijn. Mijn moeder leeft nog. Zij is boven, ja, zij is 93. Maar ze herkent mij niet meer. En ik kan haar niet meer bij zijn. Haar ouderdom niet meemaken. Maar ik vond die boek heel interessant, heel mooi. Vooral dat gedeelte over de moeder. En je riep heel veel herinneringen bij mij terug. Ja, nee, het was voor mij ook gek. Ik wist altijd al, ik wilde een liefdesverhaal schrijven. Ik wilde schrijven over een jong meisje dat verliefd wordt op Louis Klaus. Ja. En hem aanbidt. En daar ook een beetje in vlucht. Terwijl haar eigen moeder ziek is. Terwijl zij eigenlijk worstelt met gevoelens dat zij haar vriendinnen misschien wel leuker vindt dan haar vriendje. Maar in plaats van dat te onderzoeken, dat grote verdriet om haar moeder, gaat ze juist heel erg lief hebben en heel erg alleen maar naar haar vriend verlangen. En langzaamaan slopert tijdens het schrijven gewoon steeds meer rouw en steeds meer verdriet in het boek binnen. En ik dacht ook, wil ik dat? Maar er zat ook veel schoonheid in die absurditeit van zo'n groot verdriet. Want doet het jou verdriet dat je moeder jou nu niet meer herkent? Dat doet me verdriet, maar ik vond het ook grappig. Want ik kan mijn moeder niet zien. We praten telefonisch of met video. WhatsApp. Zij is in Iran. Mm-hmm. Ik praat met haar. Ja, ze herkent mij niet. We praten met elkaar. Oh, moeder, wie ben ik? En ze zegt, u bent u. En ik vond het zo fascinerend. Dit is een gedicht. Oké. En wat me fascineert, en daar een vraag over heb. Je schrijft poëzie, oké? Mm. En dan stap je in de wereld van proza, ja. een roman. Wat is er voor jou als dichter, wat is het verschil tussen poëzie en proza, en een roman schrijven? Ben je een andere mens? Ben je een andere schrijfster? Ben je niet meer een dichter? Ik zie dat verschil niet zo duidelijk. Maar... Kan je poëzie verlaten als je roman schrijft? Want meestal dichters schrijven een roman, het is verschrikkelijk. Want ze proberen bij elk proza gewoon een gedichtje van maken. Nou, maar van jou is het niet zo geworden. Mijn taal is gewoon mijn taal. Dus ik denk dat ik ook in gedichten toch ook wel eigenlijk verhalen heb willen vertellen. Daarom zou ik ook zeggen, werken nou al mijn gedichten wel zo goed? Okay. En ik heb gemerkt dat binnen een roman kan ik veel meer kijken naar wat de mensen voor elkaar voelen, wat ze van elkaar zijn, wat hun familiebanden zijn. En dat kan ik veel beter kwijt in zo'n groter verhaal. In een groot verhaal dan. Ja, en mijn roman gaat ook heel erg over dingen niet zeggen. Dat gaat heel erg, misschien ook geïnspireerd doordat ik dan nog veel met mijn moeder moest praten. En dat we bij alles dachten, oké, dit is de laatste keer dat we elkaar kunnen spreken. Maar dat dus 3 jaar lang, dachten wij, dit is de laatste keer dat we elkaar gaan spreken. En dan gaat het ook heel erg over wat je niet zegt. Wat je kiest om nog te zeggen of waarvan je denkt, misschien volgende keer. En die volgende keer komt dan niet. En in mijn roman kon ik dus ook heel veel dingen schilderen. Kon ik heel veel gesprekken schilderen waarvan je dan als je het leest weet van, ze wil iets zeggen, maar ze zegt het niet. En dat vind ik zo mooi binnen de roman. Dat je als lezer meer kan weten of, dan de mensen die je in de roman volgt. Ik heb nog een vraag. En dan mag je vragen. Dan ga ik ook een vraag aan jou stellen. Ja, ik weet waarom ik schrijf. Ja. Waarom ik een schrijver ben geworden, dat weet ik. Het zit in mijn familie. Huh? Mm-hmm. Voor mij was mijn grootvader een grote schrijver. En daarvoor was een andere schrijver. Een bed over grootvader. Ze zitten allemaal in mijn ras, in mijn familie. Er komt ooit een schrijver. Oké, en dan ben ik geworden. En jij dan? Zit er iemand in je familie? Of hoe het komt dat je een dichter, een schrijver bent geworden? Noem het maar schrijver. Ik denk wel dat ik uit een familie van verhalenvertellers kom. Oh ja? Ja. Ik probeer nu te kijken of ik niemand tekort doe. Maar volgens mij zijn er nog geen schrijvers in de lijn geweest. Maar iedereen vertelt wel heel veel. Iedereen lacht om zijn verdriet. Iedereen maakt daar een mooi verhaal van. Mijn vader kan ook, als hij alleen maar een wandelingetje over straat heeft gemaakt, dan is dat al een heel verhaal. En wie die dan heeft gesproken en wat hij heeft gezien. Mijn oma, hier kom ik met mijn stamboom. Mijn oma is geboren in Suriname. En die is uiteindelijk getrouwd met een Antilliaanse man.
Wauw. En haar heeft ze mijn moeder dus meegekregen. En mijn vader is opgegroeid in Indonesië, want zijn vader was tropenarts in Indonesië in de jungle. Dus daar zijn in mijn familie daardoor ook wel veel verhalen over die plekken. En tegelijkertijd is er ook wel een bepaald soort zwijgen. Een soort, ik weet er niet het fijne van. Het is niet iets wat steeds maar keer op keer wordt doorverteld. Nee. Het is meer iets wat terloops wordt genoemd. Kom jij uit een familie van verhalen waar veel wordt verteld? Natuurlijk, je wortel liggen in de jungle en dat vind ik bijzonder. Dat vond ik heel mooi. En ik vind dat je woorden daar vandaan komen. Ja, ik zit sowieso in een familie van vertellers. Vooral vrouwen waren vertellers bij ons. Ja? Bij mijn vaderkant, ja, woord komt via mijn vaderkant. Mm-hmm. En van mijn moederkant waren meer met machines en andere dingen. Ik heb twee talenten voor natuurkunde en letterkunde. Letterkunde komt door mijn vader. Ik las dat je vader doofstom was. Mijn vader, mooi, je bent goed voorbereid. Mijn vader was doofstom. Ja? Hij kon niet praten, hij kon niet horen, hij kon niet schrijven. Hij wist niet waar Nederland lag. Hij wist niet dat de zon, dat de aarde draaide. Hij wist over niets. Maar hij wist wel één ding. Hij wilde een horende, sprekende, knappe zoon hebben. En hij kreeg mij. Het was het enige wat hij wist en hij kreeg. Verder hij was tevreden. Hij was buitengewoon blij. Hij wist, het is een mooie vraag van jou, hij wist niets over de wereld, maar hij kende wel geld. Hij wist dat geld belangrijk was. Mm. Hoe meer geld je had, hoe belangrijker je was. En ooit, 25 jaar geleden, laat mijn vader even hier langskomen. En mijn eerste boek was gepubliceerd en ik stond in de shortlist of longlist van ergens. En ik had gehoord dat je 50.000 euro krijgt als je wint. En ik hoopte dat ik die 50.000 euro kreeg. En ik leg dat gewoon op een tafel en zeg tegen mijn vader, kijk, dat ben ik. Maar goed, ik heb hem niet gekregen. Maar snapte die wel, want dat ben ik ook nog met mijn familie. Ik ben steeds aan het uitleggen wat alles, weet je wel, wat dingen voor mij betekenen. Omdat ik dan de eerste schrijver ben, vertel ik van, oh ja, en ik heb hier een vermelding gehad en dat is heel goed. Heb jij veel moeten uitleggen wat je deed of snapte ze eigenlijk wel? Nee. Zowel mijn moeder als mijn vader, mijn vader al helemaal niet, mijn moeder ook niks van mij gelezen. Maar één ding is belangrijk. Mijn vader, mijn moeder wisten dat ik de belangrijkste man van de wereld was. Gewoon door hun visie. En ik ben zo gebleven. Het kon niet anders, volgens hun visie. Het kon niet anders. Kader is de beste. Ik was de beste. Ze hoefden niks van mij te lezen. Ik was sowieso goed. Dat klinkt eerlijk. Oh, wat mooi. Dat was goed. En ik heb nog een vraagje. Vooral voor mij, omdat het wortels, je cultuur, waar je vandaan komt, absoluut voor literatuur heel bepalend zijn. Je had het over Suriname, je grootmoeder en de jungle. Heb je zelf ook contacten met die wereld? Nog niet. Mijn moeder is bijvoorbeeld nooit teruggegaan naar Aruba, waar ze ter wereld is gekomen. Maar ze is wel gaan zoeken in Suriname. Ze wilde wel zien waar haar eigen moeder had gelopen. Mm-hmm. En ze heeft daar over een begraafplaats gelopen. En dan zag ze alle achternamen die ze kende. En mijn zus is naar Suriname geweest om daar een tijdje les te geven. En ik ben de laatste die eigenlijk nog moet gaan kijken. Maar ik was daar net mee bezig, vlak voordat corona uitbrak, om te denken, ik wil nu eigenlijk wel naar Aruba. Ik wil gaan kijken. Ik wil kijken wat ik voel als ik daar kom. Of ik dingen herken zonder dat ik daar ooit ben geweest. Maar zal ik in de wonderbol kijken? Ja. Je volgende roman gaat over die kant op. Eén of twee of drie van romans gaat over de grootvader, maar de grootmoeder, over Suriname, over die cultuur, over wat er daar gebeurd is. Want je hoeft niet daar naartoe te gaan. Al die gegevens zitten in jou. Ik denk dat mijn volgende roman een moordmysterie wordt. Je mag zelf alles bedenken, maar dat wordt... Zit hier, vandaag wordt alles opgenomen. Mm-hmm. Gewoon de verhalen van je grootmoeder. En al die verhalen zitten in jou. En dat is de roman voor. Je bent pas 34, je hebt niet zoveel meegemaakt. Okay? Vooral als je het Suriname niet helemaal gezien hebt. Ja, heel veel gewoon in Nederland meegemaakt. Maar die verhalen zitten in jou. Je hebt het allemaal meegekregen. En ik ben ervan overtuigd dat Nederland in de komende tijd, in de komende 20 jaar, het duurt niet lang, zal heel mooie boeken van jou zien.
Dank je wel. Ik ben ervan overtuigd. Ik zal ze absoluut lezen. Wat gul. Heel erg bedankt. Ik ga jou een vraag stellen van dit. Doe. Ook omdat ik een beetje verlegen word van het compliment, hoor. Dit is niet compliment. Ik praat over mijn eigen ervaring. Dank je. Waar zou je niet over kunnen schrijven? Ik bepaal niet. Ik kan niet kiezen. Ik begin, maar ik weet niet waar ik naartoe ga. En het komt. En de personages bepalen. Ja. En ik zal nooit nee zeggen wat ze willen, wat ze vragen. Ik zal ze gewoon volgen met plezier. En met pijn. En verdriet. Ik kan niet anders. Ik ben gewoon een arbeider. Ik moet gewoon doen wat ze van mij vragen. Mooi. Zal ik een vraag? Het is heel cliché. Misschien is dat een cliché. Welke schrijver heeft de grootste invloed gehad op je schrijverschap? Kazuo Ishiguro. Oh ja, oh. Ja, dat is Kazuo Ishiguro is de rest van de dag. Oh my god, ja. Remains of the Day, dat was voor mij eigenlijk een kennismaking met een verteller, een butler. Een butler die zijn hele leven heeft doorgebracht in dienstbaarheid. En dan aan het eind van zijn leven denkt van, wat heb ik gediend? Wie heb ik gediend? En dat je dan helemaal mee bent als lezer met iemand en jij weet veel meer dan die butler. Jij weet dat hij eigenlijk niet achter de liefde van zijn leven aan is gegaan. Dat hij maar door is gegaan met bedienen en aan de verkeerde kant stond in de Tweede Wereldoorlog. Maar het lijkt net alsof de vertelstem dat dan niet weet en dat breekt mijn hart. En dat is echt een van de mooiste boeken die ik heb gelezen. Dat je als lezer iets lijkt te weten wat de persoon die je volgt gewoon niet kan beseffen. Dat zit zo diep. Die Japans-Britse schrijver. Oh, als ik jaloers op iemand ben, ben ik op die schrijver. Ja. En vooral zijn laatste boek gaat over een robot. En Klaar aan de zon. Ik moest van jaloezie de grond ingaan. Ik dacht, waarom heeft hij dit boek geschreven? Ik had dit boek moeten schrijven. Ja, ik heb al zijn interviews gekeken op YouTube. Ja. Dat vond ik mooi. Heel goed. Mijn absolute goed. Favoriet. Mijn vraag was. Ja. Ik kom uit een poëzienest. Iedereen bij ons was een dichter. Ja. Maar ze hadden niks gepubliceerd. Maar iedereen had in zijn kussen gewoon, onder de kussen gewoon een boekje waar hun gedichten. Maar in de Persische literatuur, in de Persische poëzie, de dichter zegt alles op, uit het hoofd. Ja. Oké, dat hoort erbij. Maar in Nederland heb ik nooit een dichter meegemaakt die een poëzie uit het hoofd kon vertellen. Kan je dat? Ik ken ze wel, ja, ik kan wel. Wil je een van je gedichten gewoon opzeggen? Een van mijn eigen gedichten? Ja. Ik leerde altijd gedichten van Annie M. G. Schmidt uit mijn hoofd, dus dat zit me nu veel dichterbij. Nee, ik denk niet dat ik een gedicht uit mijn hoofd kan opzeggen. Het spijt me. Ik heb het gisteravond ook geprobeerd toen iemand me vroeg. Ja. En toen begon ik te hakkelen en te stotteren. Kun jij werk van jezelf uit je hoofd opzeggen? Ja, ik kan bijna. Ja, ik kan de Koran heel goed, wat ik vertaald heb, kan allemaal uit het hoofd vertellen. Want mijn grootvader deed niets anders dan de Koran te lezen. Huh? Hij had misschien 700 keer in zijn leven de Koran aan het begin tot het eind gelezen. En elke ochtend werd ik door zijn opzeggingen gewoon Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Gewoon, die poëzie gewoon, dit is een poëzie, een soort Pink Floyd of Beatles of andere grote zangeressen gewoon in mijn hoofd. Ik kan wel inderdaad veel songteksten uit mijn hoofd, maar ik heb ook wel het gevoel dat ik. Ik vraag me af hoe het zou zijn als ik mijn roman nu uit mijn hoofd zou kunnen opzeggen. Kun jij ook proza uit je hoofd opzeggen? Ja, toen ik in Nederland begon, toen mijn eerste boek gepubliceerd was, De Adelaars. En mijn eerste drie boeken moest ik in de traditie van de Nederlandse auteurs gewoon iets voorlezen. Ja, wat is dan de. Wat bedoel je daarmee? Dat was de meest moeilijke. Moeilijk moment voor mij in een lezing om iets voor te lezen. Ik was 33 toen ik begon met de Nederlandse taal. Ik heb de Nederlandse taal gewoon via de woorden van Jip en Janneke gewoon woord voor woord
gelezen. Ik lees Persisch gewoon per pagina of per alinea. Ja. Maar ik las Nederland misschien nog altijd toen woord voor woord en dan zin voor zin. Maar als je die begon voor te lezen of op te zeggen of voor te lezen voor het publiek, ging ik gewoon mis. Maar ik had wel de kracht van die familie meegenomen. Uh-huh. Ik kon gewoon één verhaal uit het hoofd vertellen. Dat kan je zo. Ken jij trouwens, ik denk nu ineens, ken jij het gedicht Diedeltje Dij van Annie M. G. Schmidt? Dat ken ik niet, maar andere gedichten van. Oh, want daar zit namelijk de prachtige zin, het gaat over een prinses, Diedeltje Dij, en die wilde het niet doen wat het koningshuis zegt. Ja. Maar dan is de koning gestorven en dan zegt ze ook, Diedeltje Dij, waarom wil je niet rouwen? Rouw met ons mee, want de koning is dood. En dat wil ze dan niet, want de rozen zijn niet in de rouw. Ik ga je dit gedicht sturen, want ik denk dat dat nou echt een van de hele mooie gedichten is van Annie M. G. Schmidt om te kennen. Ja, zeker. Ik heb hem zeker gelezen, maar het was heel lang geleden. Maar ik stuur het zeker op. Ik zal het met plezier voor mijn kleinkinderen voorlezen. Ik heb inmiddels ook 3 kleinkinderen. En dat is bijzonder. Ik heb aan hun allemaal die Annie M. G. Schmidt meegegeven. Maar de tijden zijn veranderd, ze lezen het niet. Nee, ze luisteren ernaar. Nee, er zijn nu zoveel Amerikaanse verhalen. Er zijn zoveel vertalingen. En ze gaan, de wereld is veranderd. Je bent in een goede tijd, bijzondere tijd begonnen te schrijven. Kijk, de wereld, er zijn zoveel. Toen ik met de Nederlandse taal begon, toen ik gepubliceerd was, was de eerste. Hè? Gewoon die als immigrant het land binnen was gekomen. Gewoon. Maar je zit in een regenbouw van verhalen, verhalen, van verschillende. Wat, daar moet ik eerlijk zeggen dat voor mij soms ook wel zoeken was. Want rouw is iets waar veel over wordt geschreven. Ja. Nou, daar gaat dus mijn boek ook over rouw en eenzaamheid. En ik merkte ook wel vaak, als ik dat wou opschrijven, dat alle songteksten die ik ken, alle verhalen die ik al heb gelezen, alle films drongen zich aan mij op. Ik kwam bijna dan niet bij een eigen taal, weet je, om zoiets specifieks als je eigen liefdesleven of je eigen rouw te beschrijven. Heb jij dat wel eens, dat al die taal die je kent zo door je hoofd gaat dat je bijna jezelf niet kan horen denken? Tegenwoordig is het heel moeilijk voor jeugd. Je bent jong, maar want er is zoveel invloeden. Er zijn zoveel invloeden. Niet alleen muziek en film en recensies en heel veel andere dingen. Bijvoorbeeld Netflix. Hè? Het is moeilijk. Het is moeilijk voor jonge generatie. Voor jonge schrijvers. Of al die stemmen die niet nodig zijn. Een beetje weg te duwen om zichzelf te zijn. En ben je ook een beetje verslaafd aan Netflix? Nee. Ik lees heel veel en ik kijk heel veel naar YouTube. Juist korte filmpjes, pratende mensen. Mensen die tegen elkaar praten, dat vind ik. Er zit een zin in het boek en dat is gewoon weten dat je porno een impact heeft. Dat hoorde ik iemand zeggen, die heel trots was, dat was een kunstenares, maar ook een sekswerker die heel trots was op haar porno. Yeah. En zij zei dat zo waardig, gewoon dat je weet dat je porno een impact heeft. En dat is dan iets waarvan ik meteen denk van, als ik de wereld wil schetsen, hangt de wereld aan elkaar van dat soort zinnen. En van dat soort trots en van mensen die dat uitspreken. Ik ben heel blij dat je dit zegt. Ik dacht dat ik een verloren schrijver was, want 's avonds zit ik gewoon op de bank en dan doe ik YouTube. Is de beste, mooiste, dat online wereld kon voortbrengen. Kijk, Wat voor soort filmpjes kijk je? Ik kijk heel veel naar de grote, naar de schrijvers, interviews, naar jou. Naar je liefdesgedichten. Dank je wel. En vond ik bijzonder gewoon. Ja, een liefdesgedicht over jezelf schrijven. Die heb ik op YouTube gezien. Ik heb jou voor het eerst op YouTube ontmoet. En het was me genoegen om jou vandaag op die manier te mogen ontmoeten. Ik vond het heel fijn om je eerst door je boeken te ontmoeten en nu in het echt. Dank je wel voor het gesprek. Dank je wel voor het gesprek.